Als er één alternatief is voor dieven vandaag, of het beste op dit moment, ja, dan is het wel CNG. En waarom? Heel simpel, omdat je net als diesel je tankt het. Er zijn nog een aantal voordelen. En die hebben dan meer een ecologische inslag. Om te beginnen CO2. De CNG-wagen doet 10% beter qua CO2-uitstoot. Ook naar partikeluitstoot toe, 80%. En fijnstof, 90%, is CNG een beter alternatief. Dus eigenlijk kortom, als je op zoek bent naar een ecologisch alternatief voor diesel, nou, dan is CNG echt wel iets voor de toekomst. Er ligt nog altijd een grote misvatting dat CNG en LPG hetzelfde zouden zijn. Dat is helemaal niet zo. LPG is een restproduct van petroleum. CNG is wat bij jou en bij mij binnenkomt in de huiskamer, zijn de aardgas. In deze in gecomprimeerde vorm. Wat niet wil zeggen dat we die misvatting niet zouden begrijpen. Want net als bij LPG plakt er ook bij CNG een sticker op de klep. En zit er een extra tank in de koffer. In deze onder de koffertoer. Het grote voordeel van die tank bij CNG is, ja, zoals je kan zien, je hebt geen verlies qua kofferruimte. En wat mij betreft is dat een niet te versmaden voordeel. De tank in de koffer, ja, die moet ergens uitkomen en dat is hier. Hier vind je de vuldop voor je CNG, als ook uiteraard de gewone dop, ja, voor je benzine. Want de motor draait ook nog altijd op benzine. Het gecumuleerde rijbereik van die twee geeft ongeveer 550 kilometer. Handig om weten, want CNG, ja, dat tank je zomaar niet overal in België. De verspreiding, daar wordt momenteel aan gewerkt, wordt uitgebreid. Maar vooral in Wallonië is het momenteel nog altijd zoeken naar de nodige station. Maar goed, tijd om te rijden, want ook achter het stuur zijn een aantal verschillen. En die gaan we nu eens bekijken. Het verschil met een traditionele verbrandingsmotor, of in dit geval de 1.5 TSI, zonder aardgas dan? Er is er geen. Je voelt het niet, nou, je ruikt het zeker niet. Je hoort het, maar dan moet je al van heel goede wil zijn, want rijden op aardgas is iets stiller. Maar eigenlijk is er eigenlijk geen, is er amper verschil. We zouden liegen, er staat een extra brandstofmeter in de toerenteller. Met een groen lampje dat aangeeft dat je op aardgas rijdt. Maar voor de rest, geen onderscheid. Als dat geen alternatief is voor diesel.